Goedenavond en van harte welkom bij strategie nummer 3 in de reeks waarin ik mijn 12 favoriete strategieën prijsgeef. Strategieën en tips die jou kunnen helpen om snel gewicht te verliezen en sterker nog, snel lichaamsvet te verliezen. En snel, ja dat wil je absoluut, want onderzoek heeft aangetoond dat wie snel afvalt, meer vet verliest, en het er ook veel gemakkelijker kan afhouden. Dus dat is toch wat je wil. Oké. Vorige video hebben we het gehad over het ontbijt. Heb je die video gemist? Dat is helemaal niet erg, want ik laat hem zeker nog een tijdje hier gepost op deze pagina. Dus ga gerust nog eens kijken als je dat wil. En als je hier waarde aan hebt, en als je mensen kent die dit misschien ook wel waardevol vinden, hou je niet in en ga maar taggen en delen zoveel je wil. Goed, strategie nummer 3. Het is een hele eenvoudige, maar het is een hele, 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 hele belangrijke. Dus knoop hem in je oren en pas hem toe. Je gaat versteld staan van je resultaat. Hij gaat als volgt. Eet niet binnen de 3 uur voor je gaat slapen. Dus eet niet voor het slapen gaan. Heel vaak, kijk vanavond nog. Ik had een aantal klanten hier op consult en het gaat altijd fout na het avondmaal. Daar moet je echt een idee van maken. Mijn advies is, zorg ervoor dat je avondmaaltijd bestaat uit een volwaardige maaltijd waar je echt mee gevoed bent, zodanig dat je eigenlijk heel de avond verder en de nacht door kunt zonder honger. Wat dat inhoudt is dat je volwaardige, goede, magere eiwitten eet, voldoende groenten en een klein beetje koolhydraten. En ik kom daar later nog wel eens op terug. Als je dat eet, dan moet je in principe 4 tot 6 uur kunnen zonder eten. Dus dan ga je perfect slapen. Kijk, onderzoek heeft aangetoond dat bij muizen, het ging over een studie over het metabolisme. Dat onderzoek heeft aangetoond dat muizen die gedurende 8 uur geen eten kregen, veel gezonder waren, dan de muizen die de hele tijd door vrijuit konden eten. En dat stond zelfs los van wat ze aten. Dus 8 uur niet eten, daar word je gezonder van dan als je constant gaat eten. Dat is wetenschappelijk aangetoond, dat is zo, dat staat vast. Misschien is dat nieuw voor jou en dan hoop ik dat dit een belangrijk en een goed inzicht voor je is, want het gaat jou verder helpen. Dus na het avondeten, doe die keuken op slot. Doe de keuken op slot, zorg dat je er niet meer in kan. Anders ga je toch geneigd zijn om in die koelkast te gaan of om dat stukje chocolade te eten. Als je dat doet, dan zorg je ervoor dat je 10 à 12 uur vast. En dan geniet je van de voordelen van het intermitterend vasten. Daar heb je misschien al wel over gehoord, het intermittent fasting. Dat heeft ontzettend veel gezondheidsvoordelen, ook op vlak van afslanken. En er bestaat heel veel over op internet. Je moet maar eens googlen, intermittent fasten of intermitterend vasten. Zeer, zeer interessant. Wat gebeurt er dan als je dat doet, als je dat niet doet, bedoel ik. Als je dan toch gaat eten en met een volle maag in je bed kruipt, wat krijg je dan? Herinner je nog gisteren, toen heb ik verteld over het hongerhormoon, ghreline. Dat is het hormoon dat in je maag zit. En als dat hoog staat, dan vertelt het je brein dat het honger heeft. Als je eet, dan staat het laag. Oké? Maar dat wil je niet als je slaapt. Als je slaapt, wil je dat die ghreline hoog staat. En wel hierom. Als die ghreline hoog staat, dan triggert dat het respons van het groeihormoon. Dus het groeihormoon, dat is het hormoon dat ervoor zorgt dat je herstelt, dat je cellen herstellen, dat je herstellen zich heropbouwen. En dat is de bedoeling wat er gebeurt in je lichaam als je slaapt. Niet dat je verteert. Oké? Dus laat dat heel duidelijk zijn. Je wil niet met een volle maag in je bed kruipen. Ten eerste, je gaat veel minder goed slapen. Je gaat verouderen. Je gaat verouderen en verdikken. Als dat is wat je wil,
dan moet je dat wel doen. Maar ik ga ervan uit dat iedereen fit, slank en gezond wil blijven en liefst zo lang mogelijk. Dus dat groeihormoon speelt een belangrijke rol. Je slaap, je recuperatie van minstens 7 uur is zo belangrijk. Dus, nog eens een keer samengevat, mijn advies en mijn strategie voor vandaag is: eet niet 3 uur voor je gaat slapen. By the way, als je dan een lekkere nachtrust hebt genoten van minstens 7 uur en je staat op, dan is het een goede zaak om dat ontbijt, waar we het gisteren over gehad hebben, om dat te nuttigen binnen het uur na het ontwaken, na het opstaan. Oké? En dan zit je helemaal goed en dan ga je fit, vrolijk, wel uitgeslapen je dag tegemoet. Oké? Dat was mijn tip voor vandaag. Eens even kijken of er misschien vragen zijn. Hey Peggy, hey Sonja, dag Mirella. Mijn dochter vraagt... Ja, een kleintje. Oké, even kijken. We leren weer iets bij, maar ik was pas deze avond om 19:40 thuis en ik moest nog eten. Om 21 onder de wolf. Ja, Mirella, ja, dat snap ik. En dat gebeurt mij ook wel eens. En weet je, ik maak er dan de gewoonte van. Dat gebeurt natuurlijk niet elke dag, mag ik hopen. En als dat dan gebeurt, dat je zo laat thuis komt en dan nog moet eten, ik neem dan iets mee. En ik neem dan bijvoorbeeld een shake, een tweede shake. Dat is gemakkelijk, dat drinkt. Dat kun je zelfs op je werk bij wijze van spreken drinken. En dan eet je daarna niet meer. Ja, dat zijn compromissen die je moet maken. Dat zijn keuzes die je moet maken. Je moet kijken, wat is voor mij belangrijk. Hè? En dit zijn... Sorry dat ik het zeg met heel veel liefde, want je bent een fantastisch lieve madame en ik wil jou heel graag helpen. Maar dat is een beetje een excuus. Je moet je organiseren zodanig dat je daar niet over komt en dat je er daarop voorziet. Okay? En neem misschien de maaltijd die je hebt klaargemaakt, neem die gewoon sanderdaags mee naar je werk en eet die dan 's middags bijvoorbeeld. En dan 's avonds een shake om toch buiten die 3 uur te blijven. Een shake is een goed idee, ja, ja. Doe het eens, Mirella. Doe het eens en kijk wat het voor je doet. Kijk eens een keer, want ik weet, je hebt een ongelooflijk drukke job. En je gaat ervoor in je job en je geeft je helemaal. Het zijn nu super drukke tijden. In december, heb je mij verteld, is een van de drukste maanden. Pas het een keer toe. En kijk eens of je beter recupereert en of je minder in die vermoeidheid gaat. Ik ben er bijna zeker van dat je het voordeel gaat voelen. Hey Peggy, Greet dan toevoegen, want ze kan het niet zien. Hoe bedoel je, Peggy? Ik kan hier niemand toevoegen. Dit is een pagina, Peggy, en zij moet gewoon de pagina liken. Je kunt gewoon deze video delen met haar en dan kan ze het gewoon zien. Doreen, kan fruit wel kwaad of heeft dat ook invloed op hongergevoel? Doreen, bedoel je fruit 's avonds dan? Fruit wil je niet eten 's avonds. Fruit is suiker, fruit is fructose. Dat verteer je niet meer na 4 uur, dat wil je niet meer eten na 4 uur. Doe dat niet als je fruit wil eten. Als je wil afslanken, wees dan heel zuinig met fruit. Oeh, maar fruit is toch zo gezond? Ja, er zitten wel goede dingen in, maar er zit ook veel suiker in. Als je wil afslanken, max 1 stuk fruit. En mijn advies is, heb ik het gisteren ook al over gehad, bessen, een handvol bessen of een appel, dat kan ook nog. En inderdaad, door het feit dat het suikers zijn, hebben heel veel mensen nadien meer honger. Ik bijvoorbeeld ook. Als ik een appel eet, dan heb ik een half uur daarna honger. Moet je uittesten, maar 's avonds zeker niet doen. Wat moet ik eten in plaats van brood tijdens de lunch? Viv, ik kom daar heel graag een andere keer op terug. Ik zou het heel graag hier nu houden bij de topic van vanavond. En dat gaat over niet eten voor je gaat slapen. Maar een andere keer, dus blijf me volgen. En dan ga ik het daar een andere keer met veel plezier over hebben, oké? Ja, voilà, Doreen in de avond. Dus geen fruit in de avond. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Oké, nog eens kijken. Zijn er nog vragen? Oké, ik denk dat we er ongeveer zijn. Zijn er nog mensen met vragen? Nee? Oké, dan gaan we hierbij afsluiten en dan nodig ik jullie morgen uit. Same time, same place, om 8 uur voor
tip nummer 4. Tot morgen. Bye bye.